Ja, en nogmaals, hoe we dan reageren op het laatste genoeg. De situatie met de rode kaart, en dat zet alles op zijn kop. Dat verandert alles natuurlijk in de wedstrijd. Maar moet ik de ploeg wederom compliment maken. Hoe ze het plan hebben omgezet. En ja, uitstekend hebben gedaan. Verdedigend. En dat was in Rotterdam destijds ook al zo. Maar vandaag vond ik ons ook veel beter aan de bal in die fase. En moet je gelijk naar rust 2-0 maken. Als je twee zulke kansen creëert. Dan gooi ik de wedstrijd in het slot. In deze ploeg. Dat zit al tijdenlang. Niet alleen dit seizoen, maar ook vorig seizoen. Er zit een geweldige winnaarsdrang. En daar hoort bij inderdaad weerbaarheid en veerkracht. Maar het is wel jammer dat je zo in de beginfase van de competitie, nu 3 wedstrijden, is dat 2 keer met 10 man. Ja, om dan aan je speelwijze te werken, dat word je dan ontnomen. En ja, dat is spijtig. En had je gedacht dat er zoveel veerkracht in deze ploeg zou zitten? Ja, ik denk niet dat we in heel veel problemen kwamen na die goal. Het was ook denk ik een standaard situatie waarin ze scoorden. Dus ik had gewoon nog geloofd dat we misschien nog een kansje zouden creëren. Ik had nog een hele grote kans die wordt gepakt. Dus ik wist dat er een moment zou komen. Maar ja, je moet het wel doen. En een hele knappe goal van Anthony met je chocoladebeen. En ja, dat hadden we gewoon nodig. En ik denk dat we gewoon hebben laten zien dat we volwassen zijn. Dat we ook, als we tegenslagen krijgen en een rode kaart en gelijkspel, ook nog kunnen winnen. Ja, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. En hopelijk gebeurt het niet vaker dit seizoen. Na afloop had je het aan de stok met Tadić, volgens mij met Blind. Wat gebeurde daar? Na het laatste fluitsignaal kwamen Tadić en Blind naar me toe gerend. En voor mijn neus juichen natuurlijk. Ja, dat zegt alleen genoeg voor vandaag. Dat zegt alleen genoeg, ik heb daar niks meer over te zeggen. Maar was dat een reactie op jouw juichen naar je 1-1, denk je? Ja, dat heb ik geen idee. Dan moeten die jongens vragen. Maar als hun zo gaan reageren. En als je kijkt naar de wedstrijd, eerst af controleren we gewoon volledig. Heel veel kansen gecreëerd. Ja, en nogmaals, hoe we dan reageren op het laatst, zeg genoeg. Als je dan zo uitgefloten wordt, als je aan de bal bent, dat is toch niet prettig? Hoor. Dat vind ik alleen maar lekker hoor. Ja? Dat mogen ze altijd doen. Schiet ik nog één. Had je moeten doen. Ja, precies. Dus geen. Daar zit je niet mee. Nee, absoluut. Dat raakt je niet. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Als ik me daar iets van moet aantrekken, dan ga ik niet goed spelen. Weet je, nogmaals, we hebben een hele goede wedstrijd als team neergezet. Heel veel kans gecreëerd en het is gewoon heel erg balen dat je met de 0 punten staat vandaag. Ja,